Natuurbeschermers kunnen veel leren van boeren. Boeren kunnen veel leren van natuurbeschermers. Maar dat gaat alleen gebeuren, ook dat gemeenschappelijke belang zoeken, samenwerken, als je ook elkaar begrijpt. Weiland brengt het Four Returns Framework van Common Land in praktijk. Door concepten te ontwikkelen gericht op landschapherstel, bodemgezondheid, biodiversiteit en water. En dit te testen met boeren. Een enorm potentieel zit in de samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders. We zijn eigenlijk begonnen met natuurmonumenten en hun samenwerking met pachtboeren. Want zij wilden kijken van kunnen we nou met boeren werken die minder stikstof uitstoten, kringloop sluiten en biodiversiteit bevorderen. Door de verpachting van onze grond te gebruiken als hefboom voor verdere verduurzaming op het hele bedrijf. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk tussen de beide partijen gewoon geluisterd. Nou, wat zijn er nou voor oplossingen waar boeren zelf mee komen die bijdragen aan die richting waar natuurmonumenten in wil. En een van die dingen was bodem. Dus bodemleven, bodemkwaliteit verbeteren zonder allemaal chemische input, maar meer met natuurlijke meststoffen. Dus dat betekent mestkwaliteit verbeteren, andere meststoffen gebruiken. In ruil daarvoor kan die boer wellicht ook meer grond gaan pachten bij natuurmonumenten. Daar zit een aangrijpingspunt en wij zijn elke keer op zoek naar die aangrijpingspunten. Wat je in de afgelopen decennia eigenlijk hebt gezien is dat natuurbeschermers zich heel erg nadrukkelijk geconcentreerd hebben op het Nationaal Natuurnetwerk, op de natuurreservaten in Nederland. Dat heeft heel veel goeds gebracht en boeren waren bezig met hun eigen bedrijfsvoering. En wat we in die jaren een beetje vergeten zijn, is te zorgen voor die gebieden daartussenin. Die gebieden die economische mengzones zijn feitelijk en waar biodiversiteit ongelooflijk belangrijk is. We hebben een programma ontwikkeld dat heet Van Pachter tot Partner. En dat zet eigenlijk wel de toon dat je moet samenwerken in het landelijk gebied, boeren en natuurbeschermers. De relatie tussen de boer en de ecoloog of bioloog bij een terreinbeheerende organisatie is best wantrouwend. En ja, door de tussenkomst van Common Land werd het ijs gebroken. We moesten met elkaar in discussie en dat begon spelenderwijs met dingen die niks met natuur te maken hadden. Maar kregen we toch wel meer respect voor elkaar in onze doelstellingen. Ja. Aan alle kanten is natuurmonumenten mijn buurman. En om dan zaken te doen met of samen te werken met natuurmonumenten, ja, dat moet je natuurlijk leuk vinden. En daarnaast is het ook voor ons heel erg praktisch. Je hebt je eigen vee naast je lopen en zeker als je het kan combineren met de overgang naar een biologische bedrijfsvoering, waar je dan toch wat meer hectares of meer ruimte nodig hebt. Ja. Praktische waarde is dat ik dus, voor mijn bedrijf is dus dat ik dus gras uit het natuurgebied naar huis toe kan halen en dat ik kan gebruiken voor voeding van mijn melkkoeien en mijn jongvee. Anderzijds haal ik ook grasgewas uit het natuurgebied wat dus niet interessant is voor de melkkoeien of voor de pinken, waar we dan bokashi van maken. Wat daarna dan weer dus wel weer een soort voedingsstof is voor het bodemleven van mijn biologisch weiland. De gebieden die ik van natuurmonumenten pacht, die zijn we aan het verschralen. En op het moment dat je dus die natuurgebieden verschraalt, dan zie je dus op een gegeven moment dat ook veel meer bloemetjes en andere planten in het natuurgebied terugkomen. Boeren hebben recht op een faire vergoeding als ze bijdragen aan het maatschappelijk nut, aan het in stand houden van het landschap in Nederland. Daar moeten we ook met z'n allen echt van doordrongen zijn. Boeren verdienen dat om dit land mooi en leefbaar te houden. Ik hou van de natuur. Ik vind het mooi om in de natuur bezig te zijn. Ik kan enorm genieten van jonge haasjes, van reekalveren, van reeën. Ook weilanden die dus gewoon niet Engels waaien is, dat vind ik mooi, vind ik leuk.